Laten we een droomvanger maken. Zet hem in het midden. Kies wat mooie veren uit. Wauw, zoveel kralen! Maak het dan vast aan de droomvanger. Versieren met een groot kristal en strassteentjes. Droom maar lekker. Er is net een meisje geboren. Mijn dochter is geweldig. Majesteit, is het niet haar bedtijd? Oh, Jafar, je hebt gelijk. Welterusten, Jasmin. Slaap lekker. Maar Jasmin kon niet slapen. Ze is wakker geworden. Blijkbaar kunnen droomvangers je rustig houden. Nu heeft ze de liefste dromen. Oh, ze is een engeltje. Raja is ook blij. Sst, Jasmin slaapt. Maak dit karton kleiner. Wauw, het is nu goud. Vorm koepels met lichte klei. Voeg versieringen en strassteentjes toe. De torens gaan in de hoek van de box. Bevestig de zijkanten aan de structuur. Voeg dan een net en strassteentjes toe. Maak een luifel. Deze box is perfect voor een kleine prinses. De sultan neemt zijn baby mee voor een wandeling. Papa, ik wil ook zo'n paleis. Als je groot bent, mag je er net zo één hebben. Een kleine geest hoorde hun gesprek. Is dat haar eerste wens? Ze ging naar Jasmin's kinderkamer en maakte een box voor haar die op een paleis leek. Wat is dit? Papa, ik wist het. Je hebt een cadeautje voor me. Het is zo mooi. Ja, ik ben blij dat je blij bent. Wanneer heb ik dat gekregen? Hoi. Oh, prinses. Kom een pruik uitzoeken. Volgende. Nee, niet echt. Volgende. Dat is het niet. Nee. Nee. Dat is het perfecte haar. Borstel het haar en bind het vast met haarbanden. We maken een harenbroek van glitterende sportstof. Doe er een topje bij. Voeg het accessoires toe. Goud. En satijnen linten. Maar ze heeft blote voeten. Maak schoenen met een puntige teen van lichte klei. Jasmin is duidelijk erg rijk. Jasmin is een echte zoete kou. Oh Raja, je bent mijn beste vriend. Papa, ik wil een snack. Wacht even, lieverd. Hier is een donut met warme chocolademelk. Geniet ervan. Zo lekker. Ik wil meer. Croissants voor mijn baby. Ik zal met je delen, Raja. Ik wou dat Snoepie hier aan de bomen groeide. De genie hoorde haar tweede wens. Daar kan ik je mee helpen. En een snoepboom verscheen in haar kamer. Dat is precies wat ik wilde. Oh, ik wil erin zwemmen. De genie liet het snoep regenen. Ze ziet er gelukkig uit. Je verwendt haar te veel. Maak een toverlamp van glazen steentjes. Vorm hem met hete lijm.
Met wat vondsten maak je de lamp af. Hij is bijna klaar. Voeg glinsterende versieringen en strassteentjes toe. Jasmin leest een boek. Zal ik een nieuwe wens doen? Oh, ik heb een magische lamp. Ik zal erover wrijven. De geest vermaakt zich op een tropisch eiland. Heb ik een oproep? Nee, ik ben op vakantie. Huh? Ik zal het nog eens proberen. Nu geniet de geest van een Parijs ontbijt. Nog een telefoontje? Ik ben nog steeds niet op kantoor. Jasmin probeert het nog eens. Maar de geest heeft een fotoshoot voor de grote piramides. Ik ben op vakantie. Stomme lamp. Doe wat ik zeg dat je moet doen. Oeps, hij is gebarsten. Papa zal niet blij zijn. Plotseling werd de vloek van de lamp ontketend. Jasmin verloor al haar schatten. Ze ziet er zo anders uit. Haar haar is vastgebonden met touw. Knip wat stof voor haar broek. Ze moet oude servetten gebruiken. Geen kristallen meer. Alleen steentjes nu. Vorm lichte klei. Ze zal het moeilijk hebben om aan haar nieuwe leven te wennen. Wat? Hoe is het gebeurd? Oh, ik ben uitgehongerd. Waar kan ik wat cake vinden? Misschien kan ik wat maken. Ik mix het beslag, voeg suiker toe. Ik doe het in vormpjes en ik zal hagelslag toevoegen. Nu zal ik het bakken. Jeannie is terug van vakantie. Waar is Jasmin? Ik ben hier om je te zoeken. Jeannie, zet alles terug zoals het was. Het spijt me, het is niet meer mijn handen. Goed, neem wat. Dat is heerlijk. Echt? Ja, Je hebt een talent voor bakken. Jasmin is helemaal volwassen. Laten we haar oude make-up verwijderen. Breng blauwe oogschaduw en nieuw lippenstift aan. Ze draagt kleding gemaakt van een plastic zak, een tailleband, een kraag en manchetten. Wikkel haar voeten in aluminiumfolie. Ze ziet er zeker niet glamoureus uit. Jasmin kookt nu al haar eigen desserts. Ik moet mijn ingrediënten bij elkaar zoeken. Oh. Waar is de suiker? Jafar kwam toevallig voorbij. Ik zal haar eten zouten. Goed, ik vertrek. Raja heeft Jasmin's heerlijke toetjes gered. We kunnen deze kartonnen stukken gebruiken. Verbind ze met koffieroerstaafjes. Rietjes zullen ons ook helpen. Zet dozen vol lekkers buiten op de kraam. Jasmin's winkel wordt een hit. Ze heeft eindelijk haar eigen winkel geopend waar zij speciale toetjes verkoopt. Ik moet een bord maken. Oh, ik ben zo nerveus. Ik hoop dat ik beroemd word in heel Agrabah. Ik wil nu al klanten hebben. Hallo, wat kun je me aanbevelen? We hebben een groot assortiment. Probeer een donut. De aap pakte de donut en rende weg. Hey, Abu, kom terug, jij kleine bedrieger. Deze donut is heerlijk. Wauw. Aladdin werd hals over kop verliefd op de bakker. Dus gaf hij haar een jasmijnbloem. Oh, dat is zo lief. K-
knipstukje schoen uit piepschuim. Teken blauw vilt. Bedek het hoofddeel ermee. Kleine pompons gaan op de tenen van de schoenen. Deze zijn leuk en comfortabel. Jasmine en haar man Aladdin zijn nog steeds bezig met Jasmine's bakcreaties. Lieverd, het is koud. Aha. Wacht even. Hier is een warme sjaal voor je. Oh, mijn voeten zijn koud. Ik heb iets anders. Aladdin bracht haar een paar warme pantoffels. Oeh. Ze zijn zo mooi en gezellig. Dat is mijn favoriete kleur. Zullen we dansen, prinses? Als je doet wat je leuk vindt, maakt het niet uit hoeveel geld je hebt, toch?